Ik ben Maaike, ik ben 47 jaar. Ik was vroeger verslaafd aan heroïne. Ik ben ook een verslaafde moeder geweest. Ik heb één dochter van 25 jaar. En ik heb een dochter van 13 jaar van het leven na mijn programma. Ik ben begonnen op leeftijd van 15 jaar. Begonnen met speed. Ik was zwaarlijvig. En ik ben beginnen gebruiken om te vermageren, om erbij te horen, om populair te zijn. Om allez, van alles en nog wat. En uiteindelijk, als ik een jaar of 20 was, ben ik overgestapt naar heroïne. En ik ben daar blijven aan plakken. En op mijn 25 heb ik dan beslist, zelf niet beslist, maar eigenlijk omwille dat er druk was van justitie en in gevangenis beland. En daar heb ik dan gekozen om toch iets aan mijn probleem te doen. En zo ben ik dan in de hulpverlening terechtgekomen. Ik heb het programma gevolgd in 1998 in de therapeutische gemeenschap De Sleutel. In 2000 ben ik gegradueerd en ik ben dan begonnen met vrijwilligerswerk in het dagcentrum van Gent. Uiteindelijk hebben ze mij gevraagd in 2004 om naar de TG te komen werken als ervaringsdeskundige. Als ervaringsdeskundige merk ik dat het contact met mensen die hulp zoeken rond hun verslaving vooral heel belangrijk is in het begin. Omdat als verslaafde zij de alle vertrouwen kwijt. Hè? Vertrouwen in de maatschappij, vertrouwen in uw omgeving, vertrouwen in uzelf. Je hebt zoiets van, wie zijn zij om het te weten? Hè? Dus ik zie vaak, niet altijd hoor, maar ik zie vaak als je komt met van kijk, ik heb zelf verslaafd geweest, ik heb zelf een programma gevolgd, dat er zoiets zo van, je geeft zo gelijk een stukje geloof, een stukje hoop, het geloof die iedereen al lang kwijt is. Rondom hen, zelf het geloof, zelf geen uitweg niet meer zien. Dus dat voelde wel in het begin, dat zoiets van, dus het kan wel, ja, het kan, ja. Maar ik ben heel confronterend met de bewoners. Ik zeg vrij vroeg in hun programma van, houd er rekening mee, wij hebben een kwetsbaar voor heel ons leven, hè. Eens verslaafd, altijd verslaafd. Dus ze vinden dat nogal confronterend. Maar als ervaringsdeskundige heb je wel het idee dat je dat wel moogt. Je hebt altijd zo, je kunt iets confronterender werken, vind ik. De kwetsbaarheid die wij ook hebben als verslaafden, is dat het niet op ons voorhoofd geschreven staat. Hè. Wij hebben een kwetsbaarheid, we hebben een handicap die niet zichtbaar is. Hè. Als iemand met een iemand in een rolstoel, dat is zichtbaar. Daar ga je ook nooit aan vragen van, doe een keer de trappen op en af, 3 keer, en heb 10 minuten tijd. Hè? Dus dat is zichtbaar en mensen houden daar rekening mee. En dat is een evidentie dat daar rekening mee wordt gehouden. Maar iemand die een verslaving heeft, wordt nog altijd bekeken als, dat is hij of zij is het probleem. En die moet gewoon stoppen met gebruiken en alles is opgelost. Nee, zo werkt het niet. Nee, we hebben een kwetsbaarheid. Het is een chronische ziekte, we hebben een kwetsbaarheid. En wij moeten proberen mensen duidelijk te maken wat dat eigenlijk allemaal inhoudt, een verslaving. En terugval, herval, hoort daarbij. Is dat leuk? Nee, dat is niet leuk. Keuren wij het gedrag goed? Nee, tuurlijk niet. Het gedrag is zeker niet goed te keuren. Maar er moet wel aandacht en zorg zijn voor die verslaving. En ja, dat vind ik wel een heel belangrijke. Ik heb dat ook ervaren in mijn eigen familie. Ook een onkel van mij, die verslaafd was ook aan de heroïne. 10 jaar clean geweest, na 10 jaar hervallen. En dan zie je zo alle mensen die er dichtbij staan, partners, familie, collega's, die zeggen, het heeft allemaal niet geholpen. Terwijl ik zoiets heb van, jawel, die heeft 10 jaar clean geweest. En dat vergeten mensen soms als er een terugval is, dat er, hoe dat hij ook uitdraait, dat er ook wel een periode is waar dat mensen clean zijn geweest. En dat maakt het gewoon
een meerwaarde. En dat heeft bij mij zo'n beetje de klik gemaakt van ik moet een beetje de stem gaan vertegenwoordigen van de ervaringsdeskundigen. En ik wil me, allez, ik wil mij daarvoor inzetten. Mensen vragen aan mij soms, waar werkte jij? En dan zeg ik, ik werk in TG, hè, de sleutel. Meestal kennen ze de sleutel van Oerwaaien. En dan, ja, ik heb dat al ergens gehoord. Dat is dan, en dan zeg ik, ja, met verslaven werk ik. Amai, dat is toch heftig, dat moet toch lastig zijn. Amai, en al die agressie, en amai, je voelt dat. En dan denk ik in mezelf van, ik denk dat je meer kan zetten op agressie in de Naldi dan op mijn werk. Hè? Dus dat is al iets dat ik voel van, oké, ik moet dan een beetje aanvoelen van, staat die mens daarvoor open of niet? En als ik daar dan iets over vertel en ik hoor van, oké, die hebben daar interesse in, dan zal ik zeggen dat ik daar werk als ervaringsdeskundige. Maar zo niet zal ik dat niet zeggen. Mensen hebben ook terecht om daar niet voor open te staan. Ik had ooit een collega die tegen mij zei van, Maaike, als ze geen contact met je willen omdat jij ooit een verslaving had, pech voor hen. Niet voor u, pech voor hen. Ik vond dat zo'n beetje arrogant en zo, maar eigenlijk ja, is het wel een beetje zo. Hè? Ik wil er nu niet... Ik vind het nog altijd een beetje arrogant hoor, maar inderdaad, dan ga ik wel op zoek naar andere mensen die een meerwaarde kunnen zijn. En soms is dat wel hard, ja, heel hard. Dat gaat niet alleen over vrienden, kennissen, collega's, mensen waar je mee in school zit, dat gaat ook soms over eigen familie, hè, waar dat je die keuzes aan maakt. Van, oké, ja, ik ben bewuster bezig met kiezen van... Welke contacten ga ik aan, omdat ik echt wel wil clean blijven. Hè. Dat wel, omdat je opkomt voor je verslaving. Hè. Ja. Als je mij vraagt van wat zou je anders doen in je leven, om dan het niet zo ver te moeten komen, weet ik eigenlijk ook niet zo echt een goede antwoord op. Ik ben niet 100% verantwoordelijk voor het feit dat ik verslaafd ben. Wie kiest er nu voor een handicap? Wie kiest er nu voor een kwetsbaarheid? Tuurlijk niet. Ik wil ook de schuld niet bij anderen leggen. Maar het zijn wel ook factoren die gemaakt hebben dat ik ben wie dat ik ben. Ik doe mijn job zo graag. En ik ben zo tevreden over mijn leven nu. En natuurlijk moest ik die ervaring niet hebben, zou ik niet staan waar ik nu sta. Een medaille heeft altijd twee kanten, dus ik vind dat ook wel leuk. Het is niet altijd zo... Het voelt ja, het spannend aan en ja... Soms wel wat beschaamd, maar het verrijkt u ook wel door te durven terug te kijken. Dat is zo, hè.